Een N-VA-studienamiddag over drugs. Bart Wever flankeert er een van zijn grote inspirators. De Britse psychiater en essayist Dr. Anthony Daniels. Zijn pseudoniem is Theodore Dalrymple. Onder die naam is hij een conservatieve criticus van het linkse denken. Net zoals voorzitter Bart de Wever hier. En Dalrymple voorspelt de Wever heel veel succes. Because he's saying things which people have thought for a very long time and have hardly dared say. Waarom is de man hier? Omdat dit congres eigenlijk over veel meer gaat dan drugs alleen. Het gaat over een hele samenleving die op drift is. We stellen vast dat een samenleving die weinig of geen houvast meer biedt, dat die op drift slaat. En dat de zoektocht naar houvast, naar zingeving, minstens even belangrijk is als het vrijwaarden van onze welvaart. Dalrymple schrijft hier al jaren over. Oorzaak, de morele pijlers zijn afgebroken. Steeds meer mensen missen nu die pijlers. Dit gaat over normen en waarden. Reasons why I moved from journalism, public broadcasting, to politics since 3 weeks, I think. Well, ik ben begonnen met zijn boeken te lezen. Life at the Bottom is een absoluut aanrader. Als je het één boek van hem leest, lees dan dat. Waar hij eigenlijk vanuit 30 jaar pure ervaring als dokter, als psychiater zegt: ik heb vastgesteld dat onze welvaartsstaat een stuk haar doel voorbij schiet. Dat we heel veel middelen uitgeven, maar dat die eigenlijk structureel niet helpen. Integendeel, soms situaties bestendigen. Life at the Bottom, het boek Leven aan de onderkant, is een diagnose van wat fout loopt met de verzorgingsstaat. Als psychiater werkte de dokter in Britse gevangenissen en achterstandswijken. Dat leverde stof tot nadenken. And I went into a woman's house. She was unemployed. She had a couple of children. Of course, the father wasn't there. And nobody worked. And her garden at the back was full of the most terrible rubbish. And I said, why don't you clean it up? I mean, why do you allow your garden to be like that? And she said, I've told the council, I've asked the council to come and clean it. But it's her garden. Mensen aan die onderkant van de samenleving voelen zich te snel het slachtoffer van iets waar ze niet aan kunnen doen. Dalrymple vindt dat die slachtoffers ook zelf keuzes maken die hen in de miserie brengen. En als het hier vandaag over drugs gaat, een gemiddelde heroïneverslaafde gebruikt al een jaar vooraleer hij echt verslaafd wordt. Tijdens dat eerste jaar kiest hij gewoon haast bewust voor die drugs. At the very least then, it takes determination to become addicted to heroin. The beginner has a lot to learn about technique, availability, and so on and so forth. It's not easy to become a heroin addict. In other words, it is more like a vocation than an accident. Some people have a religious calling and become monks, and others become heroin addicts. Druggebruikers moeten strenger aangepakt worden, want afkicken is heus niet zo moeilijk. Je moet je verantwoordelijkheid nemen. En over armoede, zoals door werkloosheid, de verzorgingsstaat houdt net door het verzorgen of zogeheten pamperen die armoede in stand. In ons land krijg je een werkloosheidsvergoeding ten eeuwige dagen. Je kan dat tot je pensioen van genieten. Ja, dat is eigenlijk niet correct. Mensen zouden moeten aangesproken worden op hun situatie. En als zij een opleiding moeten volgen, moeten ze er ook toe verplicht worden. Als er een passende dienstbetrekking is, dan moeten ze eigenlijk gedwongen worden die ook te aanvaarden. En niet in een mentaliteit komen dat als men thuis zit en een aantal uitkeringen geniet, dat men eigenlijk beter af is dan degene die gaat werken. Want dat wordt de mentaliteit die mensen zich heel snel eigen maken. It's obvious why the Socialist Party in Wallonia, for example, is re-elected constantly, despite the fact that Wallonia is not exactly an example of economic success. Do they keep people poor? Well, I suppose it depends. Even not knowing it, maybe? Oh, even not knowing it, yes, I think that is true. I think that perhaps not deliberately, but de facto, that is, they are keeping people dependent. In the same way that, in my view, people who hand out methadone to heroin addicts are keeping heroin addicts dependent. Slachtoffers zijn en blijven de zwakken in de samenleving. Zij blijven in de miserie. Het was ooit anders, zeggen ze hier. Mensen die afweken van de norm werden door hun omgeving al snel weer op het juiste pad gebracht. I personally believe that it was easier in earlier days to be a weaker element in society because of social cohesion and the tolerance, the much greater tolerance
for people who are peculiar than nowadays. Yeah. Het lijkt wat mopperen, maar dit is het nieuwe conservatieve denken. Over drugs tot huwelijkstrouw, kop van Jut is hier de fameuze generatie 68. De vrijheid en blijheid van weleer zijn in discrediet geraakt. Your parents' generation, I think, has made your life very difficult in the future. Because my generation, because I'm also of that generation, we have been mortgaging your future. Vrijheid bestaat maar als die baat in een cultuur van verantwoordelijkheid. En dat heb je alleen als je samenleving hebt die nog normen en waarden voortbrengt. En niet een samenleving van doe maar op en laat maar gaan en wij oordelen niet. Dan ga je uiteindelijk de zwakkere echt aan zijn lot overlaten. En er dan wat uitkeringen tegenaan smijten, dat zal het niet helpen.